Dit is de Cultuuragenda. In samenwerking met Parktheater Eindhoven. De Cultuuragenda Zomerspecial. Mijn naam is Giel Verstoor. Ik ben directeur van Parktheater Eindhoven. Ik noem mij overigens geen directeur. Ik noem mij beweegstrateeg, want dat is een veel te lang verhaal voor dit stukje. Ik ben ongelooflijk trots op dit theater. We werden in januari uitgeroepen tot theater van het jaar. Maar veel belangrijker is dat we dat niveau en dat gevoel vasthouden. En dat doen we met een geweldig seizoen wat eraan zit te komen met 500 voorstellingen. Een fantastisch breed programma voor iedereen wat wils in Eindhoven. Daar zijn we ongelooflijk trots op. Kan ik uren over praten. Ik ga er één ding een beetje uitlichten en dat is het jeugdprogramma. Wij doen ongeveer 50 voorstellingen zitten in ons programma die met de jeugd te maken hebben. Ik denk als je in heel Brabant en heel Nederland zoekt, zijn er weinig theaters waar 50 voorstellingen voor de jeugd te vinden zijn. Dus bijna elke week een voorstelling voor de jeugd. Er zijn gerenommeerde gezelschappen als het Rood Theater, de Introdans voor de Jeugd en het NT Jong, die mooie voorstellingen maken voor volwassenen en nu ook voor kinderen en voor jeugd. Er is een jeugdtheaterweekend, ergens eind oktober. Er is een première van Rapunzel, van Hoornen Entertainment. Talloze voorstellingen voor de jeugd. En waarom vinden we dat nou zo belangrijk? A, er wordt heel veel mooi jeugdtheater gemaakt. En B, het is heel belangrijk dat kinderen naar het theater komen. Dat is goed voor ons, voor het Parktheater. Maar het is uiteindelijk ook goed voor de stad als al die kinderen genieten van wat er in het theater mogelijk is. Dus kom vooral allemaal kijken. Tot zover de Cultuuragenda. Meer informatie op www.parktheater.nl.